in de studio, Harry Meneer Miserable. Yeah! Yeah! Ja, heerlijk. Althans een delegatie daarvan. Ja, inderdaad. Ze kennen er natuurlijk niet allemaal in. Emil Tsarkovic. Goedendag. Remco de Jong. Ja, bijzonder. Goedemiddag. Voorzitter van het hele stel. Ja, van de hele Miserable. Ja. Joepie van Wijk. Ik ben er ook. Je moet even duidelijk in de microfoon praten, Joepie. Maar ja, goed, met, met die lengte snap ik dat. En natuurlijk onze oude frikadellenbakker, Ricky. Ja, dat was vorig jaar, wordt het erg leuk, de frikadellen. Hadden ze een moment genomen, Rick? Of, ik heb ze maar toegesloten. Toegesloten, ja. Ze zijn er op, hè? Op al ook. Onderweg. Onderweg. Het was met een rit naar Landgraaf. Hé, mannen, leuk dat je hier zit. Wat een poppenkast, hè? Dat is ook fijn, hè? Wat een poppenkast. Want het is weer een mooie gimmick geworden. Alleen zit je er niet op gekleed vandaag. Vind ik wel jammer eigenlijk. Waarom is dat? Nou, maar poppen zien er altijd anders uit, hè. Dus mooi zien er anders uit. Eigen fantasie bij poppen, zeg maar. Precies. Oké, prima. Het is ook een dubbele betekenis, dat begrijp je natuurlijk ook wel. Vertel eens. Nou ja, wat een poppenkast. Niks met seks, nee, alles netjes, hè. Nou, de situaties kunnen soms wel wat een poppenkast gedoe zijn natuurlijk. Ja, en we hebben poppen. Als je de clip ziet, dan is het een beetje alle twee. Ja, de clip is er. Die gewoon voor dadelijk, gewoon voor op televisie in ieder geval ook zien dadelijk. Ja, het is weer een leuke geworden. Halve finale LVK komende vrijdag. Wiens idee is de poppenkast? Ons idee is de poppenkast. Van iedereen? Ja. Ja, zo zeggen we dat altijd. Ja, dat snap ik. Maar is er ergens ooit iemand op het poppenkast idee? Miserable is zo, dan ze willen dan weer meedoen. Of Louis, de bandleider, zal ik maar zeggen, van Miserable. Louis Bonnet, streepje T. Voor staat. Ja. Streepje Bonnet, inderdaad. Ja. En dan is het, doen we weer mee of doen we niet mee? Dus dan moeten we kiezen. Ja. En dan hadden we niet echt een thema nog voor tevoren, maar dan zaten we samen met, ik dacht, met Remco. Ja, ik zat erbij, en Bartje. En Bartje en ik, inderdaad. En op een gegeven moment, en Louis natuurlijk ook. Ja. Hadden we bespreken, dat gingen we doen. Dat gaan we doen, dat voor de zomer. Ja. En opeens hadden we nog niks. En opeens hadden we wel wat. En opeens riep iemand, wat een gedoe. Eigenlijk was het dat, weet je. We hadden een poppenkast. En toen hadden we, wat een poppenkast. Ja. En een hit geboren, een carnavalshit. Dat hoop ik. Ja, toch? Dat moet het dan goed wezen. Maar goed, maar dat komt volgens mij goed. Ik ben het in dialect en dan moet ik het Nederlands doen. Nee, schoon, maar door alle twee. Ja, hoor. Waarom waren wij eigenlijk niet uitgenodigd? Ja, bedoel je? Was een bestuursoverleg. Ja. Voorzitter, je wordt u over... Maar toen had jij bladluis, denk ik. Of je moest je moeder naar Schiphol brengen. Dat was één van die twee. Bladluis of Schiphol. Je moeder naar Schiphol brengen. Klopt, ja. Goed, dames. Orde. Sinds vorige week is het liedje... Die bad-eend, Joep. Leg eens uit. Wat is die bad-eend? Wat is dat? Je dichter bij de microfoon. Alle Miserabelen hebben voor de clip... kregen we huiswerk om een enorme handpop te punniken. En ik vond het bad-eendje... Ik loop met een bad eentje. Je dacht, ik ben snel uitgeput en ik neem de bad in. Ja, wat wel leuk is, we delen tijdens optredens en zo, dameszittingen inderdaad, wat nu aan de gang zijn en alles allerlei soort zittingen, delen we sokken uit met oogjes. En dan gaan we ook zo praten, dat is wel leuk. Dat gaan we nog... Vertel je even wie dat idee was dan? Ja, dat was mijn idee. Ja, wat hebben we nog allemaal, Remco? Nee, dat was het eigenlijk ook. Stickers hebben we ook. Stickers, en balpennen. Zaaltjes komen balpennen, er dus notitieblokjes. Maar dat is wel leuk, dan zie je iedereen met die pop, met zo'n sok en met zo'n oogje wat je erop kan plakken. Of, kunnen mensen meezingen met de pop. Merchandise wordt uitgedeeld. Ja. Wat goed. Goed idee, Remco, man. Dankjewel, Emil. Omdat je geen bladluis neemt. Even wat Miserable is overal in Nurgus. Je wordt afgelopen weekend zondag wordt je in Sittard. Ja, Flanellenlepjes, dames. Ik wil u vragen, voorhand op 21 februari, de bekende carnavalsvrijdag, het allerbeste alaaf. En vorig jaar, ik kan me herinneren dat daar zo'n waardeloze harmonie de boel had afgesloten. Wat een knalvijf was. Ik zou ook willen vragen, kennen we rug strikken dit jaar weer? Ja, maar als je zo praat, dan komen we weer niet. Niet. Moet ik het anders vragen? Lieve Rick, Joep, Bart, Emiel. Bart is er niet. Lieve Rick, Joep, Remco, Emiel. Zover ik mogen uitnodigen om op 21 februari carnavalsvrijdag het allerbeste alaaf te komen afsleten hier. Ja, volgens mij heb je het net gedaan. Dus ja, ik kan het nu net maar tegenhouden. Maar weet ze wat, zou voor geen komen hangers. Ja, leuk man. Ja. Leuk dat je dan weer komt. Maar dat is een beetje een herhaling, hè, Roger. Is het zo? Rick, zeg wat, jongens. Oh, sorry, frikadel. Wat zeg je, Rick? Bij de microfoon. Ben Roger, je valt een beetje een herhaling. Ja, is het zo? God, wat een gedoe, zeg. Ja, de stage. Dit is een hele melige toestand. En het is een stageopdracht voor onze frikadellenbakken, zo begrepen. Ja. Hey, mannen, halve finale. Dus ja, dat zou mooi zijn als dat dadelijk weer een hele finale werd. Zo wie vorig jaar. Want toen word je er best... was het ook tweede, derde worden toen, hè? Zesde. Vorig jaar was echt een miserabele zesde plek. Ja, we zijn ooit tweede geworden en we zijn ooit derde geworden. En nu zesde, dus het gaat goed. Maar de 17 januari is op L1TV. Ja, toch eventjes de collega's erbij. Ja, om 6 uur begint de uitzending tot 8. En van 8 kun je dan tot half
of 9 stemmen. Ja. LVK, hoofdletter, spatie, nummer 40. Want we hebben nummer 40, de laatste in de uitzending. Naar 4-4. En dan sms'en naar 4-4-2-2. En zaterdag, want ik moet dat zeggen voor Louis, anders krijgen we ze op de zak. Herhaling op de radio. Herhaling op de radio trouwens ook, en de tv ook. Dan is zaterdag om 3:00 tussen 3:30. LVK, hoofdletter, spatie, 40. Sms'en naar 4-4-2-2. Anders check even de website van Alain. Maar stel je hoort de finale, 7 februari in Engeland. Dat horen we dan 1 februari. Nee, snap ik. Heb je kaarten? Of is dat krijgen we gewoon, we zijn nog testen. Die kaart, ja. Of is dat geen leuke... Nee. Dat was een hele goede ruzie. Er is weer een hoop over te doen. Het is ongelooflijk. Ticketmaster is echt prachtig. Ja. Hebben we kaarten, dan krijgen we kaarten. Wij krijgen dus... Nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Wij hebben geen kaarten nodig. Als we de finale halen. Maar we mogen wel kaarten kopen, zeg maar. Er zijn kaarten voor ons gereserveerd voor de koop. Dus zou je moeten stemmen en dan moet je dus dat je een kaart krijgt. Als je geen kaart hebt kunnen krijgen natuurlijk. Dat is heel goed dat je dat zo zegt. Er is een reden te meer om te stemmen. Als wij in de finale LVK komen, kun je bij ons een kaartje kopen. Wat een heldere, duidelijke. Zijn wij niet meer op de zwarte markt? Wat zei je op? Die kaarten die wij hebben, dan kunnen we die voor een paar duizend euro... Nee, zo zijn wij niet. Nee, doen we niet aan mee. Goed. De vrienden van Miserabel, Vergoon de Clip, FVZN en Vergoon Poppenkast. Veel draaien op de radio de komende weken. En we zien elkaar sowieso op 21 februari. En heel veel succes komende vrijdag tijdens de halve finale. Ja, dankjewel. Okay, super. Hey, mijn name is Rob. Ja! Hey, Bartje. Wat een de poppenkast. En je brandt niet vast. Gek is worden dat de boeren vast. En alle zwits figuren. Drie daar is het poppenkast. De poppen. Maar als school zich geen poppenkast. Doe wat je van vroeg af aan. Deze dag is van ons en de boschillen. Meer af, hou af, op af. Omdat het carnaval is en de boys zien en alles. Wat een de poppenkast, kom je niet echt ook niet vast. Gek is voor een lange boeren vast. De lopen spits die boeren, drie dagen is een poppenkast. Open, open, maar als school zich geen wat jammer doen. Het verhaal met hier maken staat niet leuk. Is het goed leven. Van het meisje kreeg ik ieder jaar wel jeuk. Een gans theater vol plezier van samen geven. Veergaas, roeinaas, onder de carnaval is en weer balles, zing en alles. Wat een poppenkast, kom ik niet ergen op ik vast. Gekjes worden lange oeren, vasten over zwitsfiguren. Drie dagen is het poppenkastje open. Maar als school zich geen poppenkastje toe, wat jammer noe. Die voorstelling die kent ze zelf verzinnen. Geesten verlezen of geesten winnen. Los gewoon door de schekkie en de wals. Lach het leven toe, dat is het niet applaus. Wat een de poppenkast, kom in mijn armen op ik vast. Gekjes worden lange boemen, vaste lovens, wiens figuren. Drie dagen is het poppenkastje open. Maar als school zich geen poppenkastje doen, wat jou wil doen. Wat een de la la la, wat een de tra la. Zwitsfiguren, drie dagen is het poppenkastje open. Maar als school zich geen poppenkastje toe, wat jammer nu. Hatsjoe! Gezondheid!